Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik sta hier in mijn roze verenpakje, maar die ga ik zo even verwisselen. Want het is Fashion Week! Yes! Gisteren was de opening van Fashion Week met Karim en met lichting. Vandaag is het vrijdag en ga ik naar de show van Tony Cohen. En ja, bij Tony moet ik altijd denken aan Kim Veenstra. Die loopt heel vaak mee en OVO. Vet zin in, vet leuk. Ik ga dus nu bedenken wat ik aan ga doen. Ik heb van Bas Kosters hele leuke dingetjes. Een leuk printje. Love it. Love it. Een regenjas van Bas. Oeh, roze. Dat is leuk. De first light van Puma Rihanna Fenty. Die wil ik eigenlijk aan. Maar ja, het regent. Nog meer Bas. Ook een heel leuk gezellig printje. Ik heb ook een legging van en een rokje. Dus ik kan dan in zo'n leuk co-ords pakje. En ik heb hier een heel vet pak van Spijkers en Spijkers. Zo'n colbertje met een broekje. Dit is best een gezellig jasje. Hij rinkelt ook lekker. Het leven van een fashionista betekent huis op zijn kop als een fashion week is. Ik heb nu een paar outfits aangeprobeerd. En ik heb hem gevonden. Yay! Dit wordt Ik heb een zwart-wit jasje aan. Van Bas Kosters. Met een hele leuke patch erop. Het is zomer, maar jammer genoeg moet ik een jas aan. Want het is helemaal niet zo lekker weer buiten. Het regent ook een beetje. Maar goed, maakt niet uit. Daaronder heb ik een body. Van Topshop. Met zo'n hoog halsje. En daarna, heel gezellig. Een rokje die ik zelf heb gemaakt. Hij is plastic. En daarop heb ik allemaal stickertjes geplakt. En daaronder heb ik een heel gezellig rokje van Bas Kosters. En die heeft dan ook nog een ruitje aan de binnenkant. Maar ja, die zie je als goed is niet. Anders zou het betekenen dat hij omhoog waait. En dat is niet de bedoeling. Oh, en ik heb een nieuw tasje. Een nieuwe Furla. Schattige. En ik heb ook een hele schattige paspoorthouder. Die moet ik ook even aan je laten zien. Met glitterflamingo's. Nou, nu ga ik mijn look even finishing touchen. Alrighty, haar, check. Make-up, ja, check. Tanden gepoetst, check. Nagels, gezellig metallic kleurtje, check. Ja, nu alleen nog een deodorantje. Ik heb de Nivea Invisible for Black and White Deodorant. Dit is anti-strepen voor op zwarte kleding. En je krijgt geen rare gele vlekken in je witte shirt. Want normaal als ik dan deo op doe en ik doe een zwarte top aan, dan heb ik echt van die rare strepen. En dat wil je niet. En dit jasje van Bas heb ik geleend. Dus daar moet ik extra voorzichtig mee doen. Dus er moeten al helemaal geen vlekken in komen. Dus ik gebruik nu deze Nivea. Oké. Nou, in ieder geval pocket size, vet chill. Dus hij kan ook gelijk gezellig mee in mijn nieuwe Furla tasje. Tada. En I'm ready to go. En ik moet opschieten, want ik ben zoals gewoonlijk weer eens heel erg laat. Ik heb mijn jasje ook even uitgedaan, want hitte. Het is toch wel een beetje zomergevoel. Oké, nou, ik zit in de taxi. Onderweg naar de show dus van Tony. Super leuk, super zin in. En ik ga ook even backstage. En ik ga even kijken bij de modellen. En ja, er wordt echt denk ik wel weer een feestje van wat hij ervan gaat maken. En een nieuwe bril. Lekker. Van Key. Met een marble printje. Love it, love it. Yes, we zijn nu op de borrel van Tony Cohen X Nivea. En we gaan even leuk een borrel maken. En een lekker drankje drinken. Oké, ik ben net op de borrel gegaan en hij is al bijna zichtbaar. Niet meer. Shake it like a Polaroid picture. Nou, ik ben nu backstage bij Tony Cohen en ze gaan zo de rehearsal doen. Ze is nog druk bezig met haar make-up, het ziet er heel tof uit. Het is een soort van, de haar zeg maar, bovenop is helemaal een soort van gel en plat. En daarna is het echt zo mega wijd en een beetje zo getoupeerd. Wat tof, en de make-up is zeg maar hier een zwart stipje, dan hier een zwart stipje. Allebei de ogen. En dus ik ga even rondkijken hier. Gaan we nu de make-up en haar ruimte in. Daar zit OVO lekker te eten. Altijd. Hey meid. Maar wat vind je van je haar en van je make-up? Nou, geweldig. Ik heb wel eerst getwijfeld toen ik hoorde van ja, je krijgt een bruik op. Ik dacht van, snappen ze het wel? Maar ze snappen het.
staat je. En de make-up is perfect. Ja. Wat voor outfit heb je aan? Wat ga je doen? Jurk. En een jas. Jurk, jas. Oké, okay, leuk. Jas, achtige, ja. Ik ga daarna wel, ik kom daarna wel even moeilijk terug. Moeilijk om te schrijven. Ik kom straks wel weer even terug naar de show. En dan... Nou, wel heel mooi. Ik kan het er nog even over hebben. Deze outfits worden nu aangetrokken. En zoals je hier ziet op het scherm, is de zaal open. Dus mensen gaan dan naar binnen nu. Nou, modellen worden ingesmeerd met bodylotion. En Tony is zelf alle outfits aan het checken of alles goed zit. Hij staat daar. Volgens mij heeft hij er al wel zin in. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik ben net een extra, want ik zie dus glitter en sparkle. Dus daar ga ik gelijk op af. Het ziet er heel mooi uit. Oh, er wordt nog een lip touch gedaan. Mm-hmm. Een lip touch, ja. Nou ja. Oké, okay, succes, doei. Oh ja. Jij moet gaan kijken. Nou, dit is dus het haar. Tada. Dit is een outfitje wat nog niemand weet. Maar straks iedereen het zien. En hier is Kim, die wordt aangekleed. Ik ga nu hier snel weg. En dan ga ik kijken vanaf de andere kant. Doei! Eerste reactie. Ja, voor ons ging het goed. Ja? Oh my god! Oh my god! Ah, je hebt het zo goed gedaan! Yes, dankjewel! Yay! Ik heb heel hard mijn best gedaan. Ja. Hey, my hey. Hoe is het? Stel je even kort voor. Ik ben Chanel. Ik ben Marianne. We waren bij de show van Tony Cohen, toch? Ja. Vertel even wat jullie ervan vonden. Ik vond het mooi. Ik hou van zwart en wit. Ik hou echt van, ik vind het echt, ja. Die laatste jurk van Kim, mooi met die rug, dat is mooi. Het is echt mooi. Ja, van Koop. Het is wel echt een mooie show. Cijfer? 9. Oh, ik wou zeggen 8,5. Ja, 8,5. Ja, ja. Top. Ja. Top. Ja. Leuk! Woo! Thanks girls! Hey, Kim is back! Yay, hi! Hi! Ging het goed? Ja, het was leuk, lekker. En Tony is altijd mooi en leuk om te lopen. Goede energie, weer rustige muziek. Ja, maar toch, dat doet hij altijd. Maar hij kiest het wel uit, past wel bij de kleding. Het lijkt niet af. Dus je soms misschien te wilde muziek hebben, het lijkt het misschien nooit af. Dat is wel zo, ja. Dan ga je wel goed kijken naar alles. Ja, dat kan ook. Yay! Hier is Lynn! Hi! Lynn is van Who's That Blonde. Wat vond je van de show? Ik vond een hele toffe show. Ik vond voornamelijk de laatste en de eerste outfit echt super tof. De laatste met die bloeiende benen echt heel mooi. En all white is altijd mijn favoriet. Ja, het was heel veel zwart en wit, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik zei net dat all white mijn favoriet was, want ik ben ook fan van all black. Trouwens. Ja, jouw outfit. Ja, zwart. Ja, zwart. Dan een beetje wit. Tony Kent was heel goed bij. Ja, je past er wel bij. Ja. Klaar van Fashion Week en de show van Tony Cohen is het geweest. En zoals je net al zag, hebben heel veel meiden verteld wat ze van vonden. En iedereen vond het wel heel cool en leuk en dan mooi uitzien en zo. En dat vond ik ook. Morgen ben ik er weer. Let me know wat jij ervan vindt. En klik op het duimpje als je het super leuk vindt. En hou me in de gaten voor als je nog meer wilt zien. En volg ons op Snapchat, fashionchick_nl en Instagram. En dan zie ik jou volgende keer weer. Doei!